Wanneer je een foto wil maken van een lege snelweg, dan zijn daar verschillende opties in. Je zou bijvoorbeeld met Rijkswaterstaat en politie kunnen overleggen om de snelweg af te sluiten, maar ik denk dat dat niet gaat werken. Wat je ook kunt doen is in Photoshop aan de slag gaan. Je zou met de clone tool zorgvuldig alle auto's weg kunnen werken, maar je hebt ook te maken met uh, de schaduw die de auto's op, uh, opwerpen en ook met de reflecties in de geluidswal. Nou, er is een makkelijkere methode, alleen dat vergt een klein beetje meer moeite bij het fotograferen. Je kunt namelijk meerdere foto's maken. En als ik naar Bridge ga, dan zie je dat ik vanaf deze snelweg 15 foto's heb gemaakt. En op iedere foto staan de auto's ergens anders. Nou, dat is een kracht waarmee ik Photoshop kan gaan laten rekenen. Want je kunt Photoshop, ik sluit deze foto even af. Je kunt Photoshop namelijk ook verschillende foto's geven. en hem dan zelf uit laten zoeken. En dat doen we bij scripts en statistieken. Ik heb geen idee waarom het statistieken heet, maar het zijn nou eenmaal zo. De manier waarop we gaan stapelen, dat is mediaan. En mediaan gaat ervoor zorgen dat alle verschillende dingen, de auto's, de reflecties, de schaduwpartijen, dat die dadelijk uh, weggaan. Vervolgens kies ik mijn foto's uit en klik ik op oké. OK. Nou, belangrijk is dus dat je onderaan aanvinkt proberen om bronafbeeldingen automatisch uit te lijnen. Hij gaat dan kijken naar vaste dingen zoals lantaarnpalen of uh, de, de vangrail in het midden of de strepen op de weg en hij gaat zorgen dat die netjes op elkaar liggen. Vervolgens klik je op OK en gaat Photoshop voor je aan de slag. Dit kan eventjes duren, afhankelijk van hoe groot je foto's zijn. Ik fotografeer met een uh, 5DS van Canon met 50 megapixels en het ligt er natuurlijk ook aan hoe snel je computer is. Maar ga rustig een kopje koffie drinken, neem even de tijd. En wanneer Photoshop klaar is, krijg je gewoon een lege snelweg. Natuurlijk zijn de schaduwen van gebouwen en borden die zijn constant in iedere foto, dus die blijven ook hier gewoon staan. Deze methode werkt niet alleen voor autowegen, maar natuurlijk ook voor pleinen waar mensen rondlopen. En hoe meer foto's je erin stopt, hoe beter het zal gaan.